Moet ik straks mijn huis verkopen? Een goedkopere auto? Is dat kuchje soms het begin? Je piekert en dat is logisch. Je piekert omdat je bang bent. We zitten in een gezondheidscrisis. Waar we last van hebben allemaal, dat is de onwetendheid. We weten het niet. Onze zorgen betreffen heel bazaal, word ik arm of ga ik dood? Het draait dus heel concreet om ons bestaan, ons voortbestaan. En dat is angst. Existentiële angst, de moeder der angsten. Daar is niets tegen te doen. En omdat daar niets tegen te doen is, is het onrendabel om die angst te negeren of weg te relativeren. Je moet het transformeren. Dat is namelijk wat alle helden altijd hebben gedaan. Welke held dan ook, noem ze maar. James Bond, John Rambo, David tegen Roos Goliath in de Bijbel. En wat je zou moeten doen is de angst erkennen en toelaten. Op bepaalde momenten. Als je de angst toelaat, mag je helemaal losgaan. Stel je het allerergste voor. Maak er een horrorfilm van in je hoofd. Brandende gebouwen, dolende zielen, manke straathonden, overal lijken in de straat. Een Armageddon. Hoe erg dat scenario ook is, er komt een einde aan. De rook trekt op, de zon breekt door. En in dat einddecor sta jij, met om je heen je geliefde. Ik weet het, het wordt een beetje goedkope, matige B-film. Maar je begrijpt mijn bedoeling. Van gedupeerde naar held. Dus geef je angst de ruimte, zo nu en dan. En visualiseer jezelf als held. Dan hoef je het alleen nog maar te doen. Angst, actie. Ik ben Hans Ruinemans, boardroom monk. May you be truly happy. Wil je meer video's zien? Klik dan hier of daar. Geef je een duimpje als je deze video boeiend vindt en via de link in de beschrijving kun je een meet-up call met me inplannen. Of abonneer je en druk op het bel-icoontje. Elke maandag en donderdag ontvang je dan een nieuwe video. Super bedankt voor je aandacht.